Doorpakken, goed voor de werkgelegenheid en de juiste strategie. Dat vinden de meeste fracties in Provinciale Staten van het besluit van de provincie om de regie van het project Flevokust in handen te nemen. Ondernemers staan klaar om te investeren, maar ze hebben ook elders investeringsmogelijkheden. Maar komt dat op een paar weken aan? Nee, het komt erop aan dat je een helder signaal geeft. En er is al heel lang heel veel discussie geweest in Lelystad, in de Raad van Lelystad. En we moeten nu klip en klaar maken naar die ondernemers dat het de overheden ernst is met de ontwikkeling van Flevokust. Volgens Appelman staat het huidige gemeentebestuur van Lelystad volledig achter die aanpak. En door goed te luisteren naar de argumenten van tegenstanders staat voor de provincie vast, Flevokust komt er. Ja, die komt er absoluut. Provinciale Staten staan unaniem achter het voorstel om verder te gaan met het project Flevokust bij Lelystad. De Staten gaan akkoord met een verdere uitwerking van een variant voor een buitendijkse haven met een binnendijks bedrijventerrein. Volgens de partijen komt deze variant vrijwel geheel tegemoet aan de bezwaren die er tegen eerdere versies van Flevokust waren. Precies een jaar geleden zei de gemeenteraad van Lelystad nee tegen het toenmalige plan voor Flevokust. Maar het afgelopen jaar nam de provincie het plan voor de buitendijkse haven over. En tegen dat plan dat hier moet komen, zei de Provinciale Staten gisteravond unaniem ja. Met 25 stemmen voor en 7 tegen heeft de gemeenteraad van Lelystad dinsdagavond voor aanleg van het bedrijventerrein Flevokust gestemd. Het binnendijkse terrein komt naast een buitendijkse haven die de provincie aanlegt. De Raad van State heeft de bezwaren van bewonersverenigingen en biologische boeren tegen het plan Flevokust bij Lelystad afgewezen. Het bedrijf Container Terminal Utrecht, CTU, is de komende 20 jaar de exploitant van de terminal aan de Flevokust in Lelystad. De directeur tekende daarvoor woensdagmiddag een contract met gedeputeerde Jannico Appelman. Staat voor de provincie vast, Flevokust komt er. Ja, die komt er absoluut.